Dat is mevrouw El Kouakibi, die momenteel verwikkeld is in allerlei fraudeschandalen en hier al een half jaar afwezig is wegens ziekte. Afwezig wegens ziekte, terwijl ze wel een blakende gezondheid persconferenties kan geven, terwijl ze wel actief kan zijn op sociale media en zelfs op de vastgoedmarkt. Maar intussen, hier in het parlement, is zij dus al een half jaar afwezig. Wie in de privé enige tijd afwezig is wegens ziekte, krijgt een controlearts aan de deur. We hebben hier een arts in het parlement. Laten we die naar huizen El Kouakibi sturen, want ze kan blijkbaar overal actief zijn, behalve hier in het parlement. En bovendien, wie in de privé enige tijd afwezig is wegens ziekte, verliest een deel van zijn loon. Mevrouw El Kouakibi behoudt haar volledige wedden. Ik vind dat schaamteloos en totaal onaanvaardbaar. Wij mogen dat als parlement niet dulden. Wij mogen dat ten aanzien van de belastingbetaler niet dulden. En vandaar mijn oproep, voorzitter en collega's, laten we als parlement de regels aanpassen, zodat aan deze onverantwoorde scheeftrekking ten opzichte van de privé, zodat aan deze totaal niet te verantwoorde situatie snel een einde wordt gemaakt, te beginnen met het geval van mevrouw El Kouakibi. Ja, collega Schiels, in de plaats van hoog van de toren te blazen over transparantie, zou u misschien vandaag beter onder uw stoel kruipen van schaamte, want het is door uw partij die kandidaten koopt met 100.000 euro om op een verkiesbare plaats voor het Vlaams parlement te gaan staan en vervolgens een veelvoud van haar parlementaire wedden via subsidiefraude binnenhaalt, dat de hele politiek nu al 2 maanden lang in een sfeertje zit van het zijn allemaal kloemelaars, sjoemelaars en fraudeurs. Dus bespaar me alsjeblieft uw lessen over transparantie en wees volgende keer misschien gewoon eens consequent en beoordeel uw kandidaten op hun inhoudelijke bagage en niet zozeer op wat ze financieel te bieden of te vragen hebben.